Ja, trainer, het is weer begonnen. We zijn weer los. Lekkere vakantie geweest in Egypte. Ja, fantastische vakantie. Maar ik ben ook blij dat ik nu weer hier sta. Ja, maar het was wel even nodig, denk ik, even een poosje vakantie. Ja, maar dat heeft iedereen. Hè. Iedereen na een jaar hard gewerkt hebben, waar dan ook. Het is altijd lekker om even op vakantie te gaan, maar daarna wil je ook wel weer snel terug je ritme in. Hoe kijk je terug op je eerste jaar FC Groningen? Wel een beetje hectisch, denk ik. Ja, er komen zoveel dingen voorbij. Zwaar jaar, leerzaam jaar, mooi jaar. Ja, nog wel veel meer dingen kan ik opnoemen, maar ik zit weer vol energie om het tweede jaar in te gaan. Dat is wel belangrijk, denk ik. Heel veel energie met een nieuwe start beginnen. Ja, absoluut. En daarom was ik ook blij vandaag. Jongens hebben ook veel energie laten zien. Ja, dat is een basis. Dat hebben we vorig jaar ook laten zien. Met heel veel energie kan je ook ver komen. Dus dat moet ook weer dit jaar goed zitten. Een nieuwe staf. Ja, hoe is de eerste week een beetje bevallen? Ja, kijk, bij elke club is de voorbereiding altijd lekker. Iedereen heeft zin na zijn vakantie. Je speelt nog niet om het echie. Dus hangt er vaak een lekkere ontspannen sfeer. Dus dat geldt ook voor ons als staf, als spelersgroep. Oké, het is onze taak om dat zo te houden en uit te bouwen. Ja, maar ik hoorde een paar jongens net wel zeggen, Adrie Poldervaart zit er bovenop bij de training. Ja, dat scheelt mij een paar stembanden. Ja, mooi toch? Ja, nee, dat is alleen maar goed, denk ik. Nee, maar dat is ook zo, weet je, ja, andere mensen in de staf gaan toch weer wat dingetjes anders. Probeer dingen van vorig jaar die we vonden dat we dat niet goed hebben gedaan, proberen we te verbeteren. Jongens, sommige jongens zijn weer een jaartje ouder, een paar nieuwe jongens erbij, een paar jonge jongens vanuit de jeugd. Dus een prima groepje bij elkaar. En als je nou vanavond kijkt naar deze wedstrijd, de uitslag is natuurlijk heel onbelangrijk. Maar toch heel veel jonge jongens die scoren vanavond. Ja, leuk toch? Ja, ik wou zeggen, dat is toch alleen maar een goed teken dat je veel jeugd bij FC Groningen ziet. Ja, absoluut. En dat is een mooi podium voor deze jongens deze weken. Om zichzelf te laten zien, maar ook om te merken wat er allemaal gevraagd wordt bij het eerste. En nou, dat hebben ze goed gedaan. Wat leg je de nadruk op zo'n eerste week training? Nou, we zijn de eerste week vooral bezig geweest met aan de bal, opbouw, aanvalsspel op de helft van de tegenpartij. Omdat je vandaag ook ziet dat je heel veel de bal op de helft van de tegenpartij hebt. En dan moet je dat omzetten in kansen en goals. Nou ja, dat hebben we vandaag goed gedaan. Hoe tevreden ben je na de eerste week over je nieuwe jongens? Ik ben prima tevreden. Ik hoop dat we het morgen goed afsluiten. En we weer een mooie week erop zitten. Ja, morgen nog weer een wedstrijdje in Appingedam en dan zien we verder. En dan gaan we weer op naar een nieuwe week. Dankjewel, man.